Stanley, moet je dat eens zien, schat? Die rug van Joris. Ja, nu zie ik het ook. Wat is daarmee gebeurd? Joris voelde dat er naar hem gekeken werd en kreeg een prikkelend gevoel. Toen draaide hij zich om en keek in de ogen van Vilana. Kind toch, zei ze. Gaat het wel een beetje? Hoe komt dat? Opeens wist Joris waar Samuels moeder het over had. Shitzooi, dacht Joris. Dit is een stukje uit het boek van Remy Redmeijer. Remy heeft al eerder boeken voor ons kijkers geschreven. Klopt, ja. En nu een heel bijzonder boek. Dat is inderdaad een bijzonder boek, ja. En hoe heet dit boek? Dit boek heet Levend Bewijzen. Dat is alweer mijn derde boek. Je derde boek, want eerder schreef je fantasieverhalen. Klopt, ja. Boer Jansen en de Kippenkoorts. Ja, Boer Jansen en de Kippencrisis was mijn eerste boek. Het tweede boek heet Boer Jansen en de Muizenplaag. En nu mijn derde boek heet Levend Bewijzen. En dit is een totaal ander boek dan we van jou gewend zijn. Ja, dat kreeg ik van meer mensen door. Sommige mensen zeiden als je naam niet erop stond, dan hadden we gedacht dat hij een heel andere schrijver was. Dus het is daar anders, ja. En want het gaat hier om een waar gebeurd verhaal. Ja. En Joris is een jongen van 14 jaar. Klopt, ja. Wat is er met Joris gebeurd? Hij is slachtoffer van mishandeling en pesterij. Door klasgenoten op school? Ja, door klasgenoten op school, maar de aanleiding was eigenlijk vanuit zijn moeder. Zijn moeder? Ja. Heeft veroorzaakt dat Joris gepest werd? Ja. En hoe deed ze dat? Ze kocht ze letterlijk om. Ze kocht letterlijk de pestkoppen om? Ja. Dat ga je niet menen. Ja, dat is werkelijk gebeurd. Ja. Inclusief de leraar. De leraar deed daar ook aan mee. Hij liet alles toe. En dus ving hij ook 300 gulden per maand. Om Joris te laten pesten door alle klasgenoten. En je vertelde al dat het hier ook niet alleen om pesten, schelden en dergelijke ging, maar ook echt mishandelingen. Ja. Ja, het is onbegrijpelijk dat er gebeurt, maar het schijnt dat er nog veel meer gebeurt. Ik heb als groot 1 op de 3 kinderen. 1 op de 3 kinderen wordt gepest? Ja, in Nederland. Nou, daar kijk ik inderdaad van op. En toen ik het stukje las, toen greep het me ook echt heel erg aan. Ja. En waarom ben je uitgerekend dit verhaal gaan opschrijven? Ik heb vroeger ook gepest en mishandeld. Iets waar ik zelden over praatte met mijn ouders, maar ik wist ooit de zak van me afschrijven. En ik was een jaar of 8, kan ik me herinneren, toen ik Joris zelf vroeg of ik een boek over hem moest schrijven. Ze zei ja, maar ja, ik wist de reden dat toen niet van tot een paar jaar geleden. Dat we, toen moest ik, ja, toen dacht ik terug aan Joris zijn leven en wat op school gebeurde, wat de directeur verteld heeft. En toen moest ik letterlijk bewijs gaan samen, daarmee toch levend bewijs, zeg maar. Dat het begon met richtlijnen van biografie, je moet dossiers aanvragen, je moet mensen opzoeken die hem bekend hebben. En zo schreef ik een stukje geschiedenis weer opnieuw. Ja, en je kende Joris dus persoonlijk, zat hij bij jou in de klas? Niet in mijn klas, een klas naast mij. Maar er waren wel geruchten dat, ik hoorde telkens het misging en toen kwam iedereen kijken wat er aan de hand was. Ja, Joris was weer geëscaleerd en werd in huis gestuurd. Dan ga je maar komen de volgende keer met trouwens, je weet wie je best doet. En wat gebeurde er dan op zo'n moment voordat Joris naar huis gestuurd werd? Als leerlingen, de leraar begon hem echt expres te pesten en te vernederen. Zodat hij boos werd. En daar vloog een stoel door de klas heen en werd hij naar huis gestuurd. Want Joris was net als jij een speciale jongen, toch? Ja, dat wel. Hij was overstandelijk beperkt. Maar hij zat op taal verkeerde school. Serieus. En daarbij is zijn moeder, die staat nogal bekend omdat ze totaal niet van verstandelijk gehandicapte kinderen houdt. Serieus. Ze heeft echt een bloedhekel aan kinderen met een beperking. Ja. En ben jij zelf de Samuel uit het verhaal? Nee, Samuel is een Surinaamse jongen die zo'n 1,5 jaar later in de klas kwam. Eigenlijk hebben we dankzij Samuel te danken dat de lichtboven waarheid kwam. Serieus, want het staat ook in het boek, eerst vraag je waarom gebeurt dit, lost iemand dit nog op? En later komt een nieuwe jongen in de klas en dat is ook echt gebeurd, Samuel. Alleen die jongen dacht, ik zie iets niet kloppen hier in de klas en ik vind dat sneu voor jongens. En in plaats van hem te pesten,
nam hij het voor hem op. Hij vond in Samuel een bondgenoot. Ja. Ook iemand met wie Joris naar huis ging. En, ze waren goede vrienden op school, maar dat werd weer bevestigd dat ze vrienden werden. En daar baalde Carina behoorlijk van. Want misschien zal er iets misgaan en dan zal ze hangen. Dus ze heeft hem zelf die twee uit elkaar proberen. Dat heeft een heel gemene manier. Want de moeder van Joris vond het niet leuk dat Joris vrienden kreeg. Nee, want zij had gedacht dat die nieuwe op die school ook al 300 gulden aan zal nemen. Ja. Om hem te pesten. Maar Sanem was een heel eerlijke jongen die absoluut niet van geweld hield of pesterij. Nou, dat was hij niet. Nee. Nou, dat, goed, ja, dat is de eerste eigenlijk die het wel goed met Joris voor had. Ja, precies. Ja. Je hebt er best heel lang over gedaan om dit boek te schrijven. In tegenstelling tot beide eerdere boeken. Ja. De eerste twee boeken had ik zo'n 4-5 maanden opgeschreven. Maar dan praat je over fictieverhalen en dan kun je fantasie gewoon de vrije loop gaan. Mm-hmm. Praat je over een biografie, dan ben je echt heel lang bezig. Want je kunt niet zomaar iets over iemand opschrijven. Nee. Je moet de waarheid spreken, dus dan moet je toch wel meer werk verrichten om te kunnen doen. En ik kreeg tips van mijn uitgever, vraag dossiers aan, zoek mensen op die je gekend hebben. Ja. Maar dat viel niet mee, want als je voor Edwin Gulpel op het telefoonboek opzocht, dan kreeg je al 20 Edwin Gulpels. Ja. Bijvoorbeeld, en dan moet je iedereen afbellen. Want ken je Joris, ja, dat is ook lullig, maar ik wist niet waar die man woonde. En je moest dat heel grondig onderzoeken allemaal. Ja, echt heel grondig. En je hebt natuurlijk ook in verband met privacy regels en wetten toestemming moeten vragen aan de moeder van Joris. Je moet wel de waarheid spreken met verband met privacy, ja. En dan moet je dossiers aanvragen, mensen opsporen die hem gekend hebben en ook nog bedenken, die waren er ook al hier. Onze vader was eigenlijk al jaren oud. Je moet eigenlijk een beetje de feiten boven tafel zien te halen. Ja. Wat heeft het met jou gedaan om dit verhaal te schrijven? Want je vertelde al dat je zelf ook gepest bent. Ja, op school. Het riep heel veel verdriet bij me op. Want ik weet wat kindermishandeling betekent. Ik ben ook mishandeld geweest. En ik heb nooit tegen mijn ouders verteld. Maar ik weet wat zo'n kind doormaakt. En dan krijg je ook nog te horen 1 op de 3 kinderen. Dat zijn wel inderdaad hele heftige cijfers. Ja, daar schrik ik wel van, hoor. En het probleem leidt alleen maar groter te worden. Ja. En ik dacht, er moet iets wat aan gebeuren, dus ik had een Joris beloofd ooit een boek over hem te schrijven. Ik was 8 toen ik vroeg, ik was pas 16 toen ik aan begon. Ik was nooit vergeten. Je hebt het eigenlijk altijd een beetje bewaard om er later nog eens iets mee te doen. Ja. Wat hoop je te bereiken met dit boek? Mijn royalties, ik verdien geld op het boek, sta ik af aan het goede doel om kindermishandeling en kinderpesterij tegen te gaan. En praat je dan echt over hele grote bedragen? Dat ligt eraan hoeveel boeken verkocht worden. Hoe beter de promotie, hoe meer boeken je kunt verkopen. Per boek gaat zo'n 1,60 naar het goede doel. Dat gaat gewoon automatisch? Ja, of, als boeken verkocht worden via internet of via de boekhandel, krijg je gewoon van uitgever 10% van de winst. En het boek was 15,95, dan krijg ik naar 1,60 en ik zorg ervoor dat er wordt op rekening gestort op een gegeven moment. Dan kan ik het geld brengen. Ik ben niet van plan om bijvoorbeeld dan ook kidding te geven, want ik had dat eerder gedaan in 2006. Toen bleek €200 en toen bleek dat ze maar 50 gebruik hadden. En 150 in eigen zak gestoken. Dus ik ben van plan het rechtstreeks te brengen naar slachtoffers van kinderen die gepest worden, zeg maar. Ja. En denk je dat mensen die zelf gepest zijn iets aan het boek hebben? Ja. Ja, zeker. Het loopt daar wel herkenning op en om zelf sterk in de schoenen te staan. Ja. En ik hoop ook dat mensen, of dat meer mensen me op weg willen helpen, want ik had niet in mijn eentje, dus ook school voor nodig. Ik hoop dat het kabinet ook persprotocollen gaat in voordat het verplicht is. En ik hoop ook dat pesteraars eigenlijk gestraft worden. Niet echt straf van zelfstraf, maar eigenlijk eens een keer voor een kind moeten zorgen die psychische problemen daardoor oploopt. Ja. En Joris was geestelijk ook helemaal kapot gemaakt. En ik heb ook verhalen gehoord van mensen die van een kind zo ernstig gepest hebben dat die psychisch helemaal. Want het doet wel wat met je, dat pesten. Ja, dat maakt je helemaal kapot, gewoon van binnen. Ja. En kijk maar naar Fleur Bloemen en Tim Ribbering, die hebben gewoon zelfmoord gepleegd. Dat
Ten gevolge van het pesten. Ja. En jouw boek is inderdaad een verhaal wat heel veel vertelt over pesten. Ja. We gaan het zeker lezen, Remy. Ja. En toch nog een beetje een vrolijk stukje. Wat kunnen we nog van jou verwachten? Ik ga binnenkort weer beginnen met schrijven van een nieuw manuscript. Weer een autobiografie? Of? Nee. Ik vond het leuk om te doen, maar toch roept het veel te veel emotie los. Maar ook heel veel tijd, stress, geld. En ik ga nou gewoon weer verder met fictieverhalen schrijven. En daar ben ik het beste in. Ja, dan hopen we dat ook heel snel te zien. Ja, ja, ik wens je nog veel succes met dit boek. Ja, dankjewel. En als mensen het boek willen aanschaffen, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen bij de Bruna in Gennep kopen. Hij ligt hier gewoon in Gennep in de winkels? Ja. Okay. En je kunt ook via internet bestellen. Dan kun je vrij naar www.boekscout.nl. Bezoek je de webwinkel. En dan kun je bij zoekboek Remy Redmeijer, daar zie je mijn boek staan. Okay. En dan klik je op de winkelwagen weggewezen vanzelf. Ja, nou dat moet gaan lukken dan. Dat is echt heel gemakkelijk. Nou, dan wens ik je alvast heel veel succes met je nieuwe boek. Ja, dank je. Heel veel succes met de verkoop van dit boek. Ja. Ik hoop dat er heel veel verkocht wordt. Dat hoop ik ook, ja. Want hoe meer boeken verkocht worden, hoe meer kinderen kunnen helpen. Precies. Ja. En dat is het doel van het boek. Ja, het is echt, het boek is, ik bedoel, van de opbrengst dat naar het goede doel gaat. En daardoor eigenlijk ook misschien dat ik meer kinderen kan helpen die het overkomen is of gebeurt. Nou, in ieder geval heel veel succes daarmee. Ja, is goed. En bij deze bedankt dat je naar de studio bent gekomen. Graag gedaan.